Goedenavond, luisteraars. Ik maak reclame voor een product dat heb ik net ontwikkeld. En dat heet de muggenzifter. Wat kan ik daarmee? Dat zal ik u haar fijn uitleggen. De muggenzifter is bedoeld om muggen te ziften. Wat houdt het in? Het ziften van muggen. Kunt u dat nader uitleggen? Ja, je hebt dus muggen. En die ga je ziften. Dank u wel. Altijd al piraatje willen zijn? Nee. Kom dan nu naar de Mogadishu Tours. Deze week 35% korting op alle reizen naar Somalië, Ethiopië en Eritrea. Wat een rotwind. Broodje rookvlees! Broodje rookvlees! Broodje, broodje, broodje rookvlees! Dat is een broodje! Met rookvlees! Rookvlees! Met een broodje! Rookvlees, broodje, rookvlees, rookvlees, broodje. Komende maandag bij de cd-winkel in de stad. Ah, we kunnen allemaal cd's verkopen. Ja, we cd's verkopen. Dus kom allemaal komende maandag naar de cd-winkel in de stad. Joehoe! Ja, hallo. Sorry. Waarom komende maandag? Maar maandag is het dus precies koopjesdag. En dat is dus alles voor de 3 keer de halve prijs of -3. Oké, ik heb het door. Bedankt voor de informatie, hoor. Alsjeblieft. Ziet u nou wel? Het helpt. De cursus ontspannen. Kom nu naar de cursus ontspannen van Timor Radieren. Timor Radieren is een man met passie en passie voor alles in zijn leven. Rookvlees. Broodje, rook... Broodje, rookvlees. Wat een toestand allemaal, hè? Dat verkeer op de weg. Nou, ik vind het wel meevallen. Nou, ik niet. Pak nou ook een keer gewoon de trein. Zo letten we allemaal ook weer een beetje op het milieu. Ik ken een miljard die op zichzelf letten dan. Nee. Aanstaande zondag, treinendag. En dat ook wel eens. Last van stoornissen. Nee. Ja. Ja, jongens, even om de tafel nou. Even discussiëren, even eruit komen. Als ik nou 1 stoornis achterwege laat, zullen we dan nee zeggen? Ja, maar dan loopt er toch geen zout meer van. Want je hebt je rijbewijs door die ene stoornis niet kunnen halen. Oh, dat is waar, natuurlijk. Jongens, mag ik alsjeblieft de reclame opnemen? Nee. Ik wel. Want ik heb stemmen in mijn hoofd die elkaar tegenspreken. En dat is gewoon heel moeilijk. Ga nu naar www.steminjehoofd.br. Wat is BR? Waar staat dat voor? Broekjes rokken. Het is goed dat we niet in Sierra Leone zijn. Maar dat is sowieso een feit gewoon. En dan gaan we nu naar het weer met Hans Thomassen. Hans, hoe wordt het weer? Wisselvallig. Tot volgende week. Heb jij dat ook wel eens, dat er 1 toets van je toetsenbord weg is? Koop dan gewoon dat toetsje dus bij ons via de internetwinkel. Hey, ik ben mijn toets kwijt.bf. Ook van een Chinees toetsenbord? Nee, gewoon van Nederlandse toetsenborden. Okay. Mag ik dan van jou de ESC-knop? Oh, de escape-knop bedoel je? Ja, ik zeg altijd ESC. Ik ga hem nu halen. Hebben jullie dat ook? Ja, ik ga hem nu halen. Doei. La 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 la. Er is in Nederland een schrijnend tekort aan tekstschrijvers. Je merkt het overal. Je merkt het in de liedjes Shalali, Shalala en dergelijke. Dus nu, een speciale website waarin je op zoek kan gaan naar de tekstschrijver die bij jou past. Waardoor we nu, jongens, we kunnen tekst gaan zingen. Ik heb nu een mailtje van een tekstschrijver, die gaan we even zingen. Zie je het hier? Ik zing het wel even voor. Wasmiddelen van alle soorten maten. Wasmiddelen van alle soorten maten. Wasmiddelen van alle soorten maten. Nee jongens, dit werkt niet. Dus doe het lekker niet. Pom 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 pom
kleine dingetjes. Hou je muil! De nieuwe hit van Rajiv Kenny Madikan slaat in als een bom. Echt te gek.